Welkom bij Rob's Lunnenbankkaartlegging, week nummer 5, 2016. Ik ga nu even een kaart voor je schudden wat jouw situatie op dit moment is. En dat is de kaart de Toren. En de Toren staat voor ambitie en het leuke is dat 2016 is ook het jaar van de ambitie. Dus dat betekent, je hebt er zin in, afhankelijk natuurlijk van hoe de kaarten hier omheen liggen. Maar ja, op zich, je gaat ervoor. We gaan even kijken naar jouw verleden, kort geleden. Waardoor ben je in die ambitie terechtgekomen? Kaart op zijn kop. Kaart op zijn kop wil zeggen dat je moeilijk die kwaliteit kan toepassen. Dit is de kaart de Zeis. En de Zeisen wil eigenlijk zeggen dat je moet leren nee zeggen, grenzen stellen. Nou, als jij geen nee kan zeggen en je bent heel ambitieus, dan betekent dat dat je heel veel te bieden hebt aan de mensen om je heen. He, door jouw kennis, jouw inzichten, jouw wijsheid. Je dienstverlening is dan ook heel groot. Ik ga even kijken naar hoe zich deze situatie gaat ontwikkelen voor jou. Wat er bijna staat te gebeuren. En er rollen twee kaarten uit. Eentje op zijn kop en eentje open. De open kaart, dat is de kaart de tuin. En de kaart de tuin wil zeggen, je hebt rust nodig, je hebt ontspanning nodig. Je moet er dus uit. De kaart op zijn kop wil zeggen de lelies. En de lelies wil zeggen dat je een heel puur, heel zuiver iemand bent. En vanuit die zuiverheid wil je graag iedereen om je heen helpen. Dat het er ook goed mee gaat. Maar de lelies vertelt ook dat er ergens in jou iets zit wat opgelost moet worden. Je hebt iets nodig om over te praten. Je moet met mensen praten over wat jou nog steeds geblokkeerd houdt. Hè? Want de lelies vertellen dat er een soort boosheid nog ergens in je lichaam zit. Een boosheid omdat je die situatie niet los kan laten. Oké, hoe gaat deze situatie zich ontwikkelen naar de toekomst? Dat is één kaart op zijn kop. En dat is, er openen zich nieuwe mogelijkheden, nieuwe wegen om met deze situatie om te gaan. Door nu in contact te komen met die leuke mensen om jou heen, hè, leuke vrienden, door een feestje te hebben met mensen, door iets leuks te gaan doen samen, heb je kans dat die blokkade uiteindelijk toch eruit komt, dat je er zo eens met iemand over gaat praten. Ik hoop dat dat gaat gebeuren. Ik wil in ieder geval even kijken waarmee je nu dit allemaal vasthoudt. Wat jouw blokkades zijn op dit moment verder. Ja, dat is maar één kaart. En dat is de brief. En de brief wil zeggen, je zou meer van je af moeten schrijven dingen. Je zou moeten praten over dingen. Maar op een of andere manier is dat heel moeilijk voor je. Het kan ook zijn dat je ooit een brief van iemand hebt gekregen. En dat heeft je zo geraakt, dat heeft je zoveel pijn gedaan. Dat je alle luiken hebt dichtgegooid. Je bent een soort Fort Knox geworden van verharding. Hè? Een ruwe bolster, maar wel met een blanke pit. Dus het is nodig om te gaan communiceren, te praten. Schrijf het van je af als je niemand kent waar je mee over kan praten en verbrand het dan na afloop. Oké, hoe gaat deze situatie zich verlopen? Hoe loopt dit af? Wat is de uiteindelijke laatste kaart of kaarten van deze legging? Daar moeten ze nog even over nadenken boven. Daar is die al. Hij valt op de grond en op zijn kop. Wat wil zeggen, je wil er eigenlijk niks mee te maken hebben. Je wil er niet aan. Nou, dat is een fantastische kaart als beëindiging van deze legging. Dat is de kaart de klaver. En de klaver wil zeggen, ga nou eens in je geluksgevoel zitten. Blijf nou niet continu jezelf zitten waarmaken en bewijzen dat je wel de moeite waard bent. Ga in dat geluksgevoel zitten. Geloof in jouw geluk. En als jij gelooft in jouw geluk, dan gaat die energie weer stromen. Dan komt die blokkade vrij. Dit is het verhaal van week 5, Lunnenbankkaartlegging. Ik wil je bedanken voor het kijken en graag tot de volgende keer. Dankjewel, dag. Dag allemaal, hele goede dag.
Vandaag is een hele mooie dag en hele mooie maand. Het is week 5 nu. En ga nu kijken wat de engelen brengen naar ons hier op aarde. Vandaag, ik voel heel goed. Ik voel heel positief. Ik voel een andere energie naar ons gekomen.